Hoi, vandaag is de 22e. En 22e. Heb ik eigenlijk niet zoveel belangrijke of bekende dingen staan in de jaarplanner of zo. Maar gisteren was het de dag van de kunst, cultuur en kunsten. Ja, kunst, cultuur, dat is natuurlijk. Taal, kunst en cultuur, dat was het. Maar gisteren hadden we natuurlijk ook knuffeldag. Dus gisteren hebben we knuffel getekend. Maar laten we dan nu eens naar de kunst gaan kijken. En laten we eens een schilderij tekenen. Dat is best complex. Maar goed, laten we dit eens gewoon proberen. Doe je weer mee? Ja, taal, kunst en cultuur. Ik had het gezegd, een kader. Nou, laten we eerst eens beginnen met die basisvorm, dat vierkant. Een mooi kader omheen kunnen gaan tekenen. We beginnen hier eerst met de hoeken. Is trouwens een tekening die ik ook doe in de cursus zakelijk tekenen. Omdat we vaak daar dingen wel inkaderen. 1, 2, hopsakee. Kijk, je ziet al een kader ontstaan zo. Eigenlijk vrij simpel. We kunnen nog wat diepte aangeven. En we hebben een kader. Ik zou hier ook nog diepte aan kunnen geven en zo. Door gewoon te suggereren dat er een diepte zit. En als je zo doet, hebben we een spiegel. Hier, dan is het al geen kader, geen schilderij meer. Dus maar als we een schilderij tekenen, laten we het weer even opnieuw doen. Dan gaan we even het schilderij doen, want daar ging het natuurlijk om, een schilderij. Een schilderij van landschappen. Nooit de horizon in het midden. Moet hier zitten of hier. Nou, laten we het hier doen. Mooie horizon. Laten we een weggetje daarop tekenen, zo. Leg je naar de horizon. Zitten we hier nog ergens een molentje weg, zo. Ergens bij de horizon. Zo, nog een boerderijtje erbij. Het mag donker zijn in de horizon. De wolkjes. Zo, het vogeltjes. Zonnetje. Goed. Schilderij. Dan gaan we de lijst er weer omheen tekenen. Kijk, en dan kunnen we nog ergens ophangen. Zo. En iedereen weet dat je een schilderij bedoelt. Ook nu kun je weer zeggen van, maak er nog wat schaduw. Zie je, het kan ook gewoon met donker. Extra donkere lijn. En het heeft wat meer diepte gekregen. Hij hoort dan toch maar even een plug gebruiken. Ik zie jullie morgen bij de volgende tekening. Tot dan!